De laatste tijd gaat het in het nieuws vaak over pensioenen en in deze video wil ik daar een samenvatting van geven en ook enkele begrippen die vaak worden behandeld een beetje uitleg bij geven. Want er wordt vaak geroepen dat pensioenen worden gekort, dat de rekenrente is veranderd en dat de dekkingsgraad inmiddels niet meer is behaald. Maar wat betekenen al deze begrippen nou precies? En ik wil ook juist een beetje vooruit gaan kijken naar de komende jaren, wat we kunnen verwachten van pensioenfondsen en waarom het juist verstandig is om ook zelf iets aan je pensioen te gaan doen. Nou, al die informatie krijg je in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van de passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer dan hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we ons dus richten op pensioenen, wat er vooral de laatste tijd is gebeurd, maar ook zeker wat we nog kunnen verwachten in de toekomst. En dit is aan de ene kant interessant voor mensen die zelf ondernemer zijn of passief inkomen opbouwen of dat soort dingen. Maar zeker ook voor werknemers die al een pensioen opbouwen bij hun werknemer. En of je nou bijna aan je pensioen zit of nog net rond de 20 bent en nog heel erg ver vooruit moet kijken. Ik denk dat het in alle gevallen wel interessant is. De informatie die ik in deze video benoem eigenlijk is altijd wel van toepassing op jou. Je kunt er altijd wel iets van leren. Dat is in ieder geval ook de insteek van deze video. En laten we dan eerst beginnen met het laatste nieuws. Want zoals gezegd, de laatste tijd is het over pensioenen heel erg vaak gegaan in het nieuws. We zien elke week wel iets van nieuwsberichten voorbij komen. Zo gaat het de laatste tijd heel erg vaak over pensioenen korten. Maar we zagen ook dat 2 van de 4 grootste fondsen al onder die dekkingsgraad zitten. En bij dat die andere 2 fondsen dat dreigt dat ze onder die dekkingsgraad komen. We zagen dat de rekenrente wordt veranderd. Eigenlijk een beetje gerelateerd. De rente wordt ook in de VS door de Federal Reserve weer verlaagd. Dat kan weer invloed hebben op je pensioen. En zelfs afgelopen dagen nog zagen we weer dat de handelsoorlog een beetje oplaaide. Dat Trump weer sancties aankondigde. Nou, al die dingen kunnen in ieder geval op de korte termijn, maar zeker op de lange termijn, ook invloed hebben op jouw pensioen, omdat pensioenfondsen weer geld investeren en beleggen. En op die manier kun je dus geraakt worden en kan dat invloed hebben op jouw pensioen. En zoals gezegd worden er regelmatig termen genoemd waarvan je misschien niet weet wat ze precies inhouden, terwijl ze dus wel weer van invloed zijn op jouw pensioen. Dus wil ik eerst een paar van deze termen gaan toelichten. En de eerste daarvan is dekkingsgraad. En de omschrijving hiervan is dat de dekkingsgraad laat zien hoeveel geld er in de pensioenpot zit en hoe ver het pensioenfonds in de toekomst aan zijn verplichtingen kan voldoen. En wat dat wil zeggen is dat eigenlijk 2 bedragen op elkaar gedeeld worden. Dus alles boven de 100% is positief. Want zoals gezegd, stel we hebben nu 100 miljard euro in de pot zitten en het pensioenfonds heeft voor 90 miljard euro betalingsverplichtingen. Nou, dan is onze pot hoger dan onze verplichtingen en staan we dus positief. Maar wat we juist de laatste tijd dus zien is dat de dekkingsgraad eigenlijk negatief is, onder die 100% of bijna rond die 100%, waardoor er gekort moet worden, omdat dus juist de verplichtingen in de toekomst hoger zijn dan wat er nu in de pot zit. Want bij de dekkingsgraad geldt een minimum van 104% en dat is zelfs 105% volgens de website van het AFM, maar laten we even uitgaan van 104%. En dat wil dus zeggen dat ze moeten zorgen dat er nu 104% in de pot zit van wat ze aan de toekomst betalingsverplichtingen hebben eigenlijk. Dus stel ze hebben 100 miljard verplichtingen, moeten ze in ieder geval nu zorgen dat ze 104 miljard in de pot hebben zitten. En dit komt erop neer dat ze eigenlijk altijd een buffer hebben van 4%. Komt een fonds nou onder de 104% dekkingsgraad, dan moeten ze dus eigenlijk wettelijk verplicht zijn om ervoor te zorgen dat in ieder geval de betalingsverplichtingen gaan afnemen. Nou, dat kan op verschillende manieren. En wat je dan vaak hoort is dat ze het pensioen gaan korten. En het pensioen gaan korten is één van de opties die een pensioenfonds heeft. Maar dit is vaak degene die ze als laatste willen toepassen. Eerst hebben ze nog andere mogelijkheden om ervoor te zorgen dat juist die betalingsverplichtingen of afnemen, of eigenlijk de pot die ze hebben wordt opgehoogd. Wat je ooit hoort is dat pensioenfondsen niet gaan indexeren. Dit wil dus zeggen dat ze de bedragen die ze hebben niet gaan corrigeren voor de inflatie. Want eigenlijk alles wordt een beetje 1,5 tot 2% minder waard door inflatie elk jaar. En normaal zou een pensioenfonds daarop indexeren. Dus zorgen dat als het 2% inflatie is, dan zorgen ze dat de uitkering 2% toeneemt. Maar als ze daar dus een beetje rond die dekkingsgraad zit die moeilijk is, kunnen ze ervoor kiezen om dat niet te doen. En hebben ze dus eigenlijk weer 2% verdiend. Ze kunnen er ook voor zorgen dat de pot toeneemt door juist premieverhoging te doen. Dat wil dus zeggen dat aan de ene kant personeelsleden, maar misschien ook werkgevers, extra moeten bijstorten. En een andere optie die ze hebben is door werkgevers nogmaals extra's te vragen om extra geld te storten. Wederom hetzelfde, doordat juist dan de pot toeneemt en dat die in ieder geval in een goede verhouding komt te staan tot hun betalingsverplichtingen. Maar als ze deze dingen nou allemaal niet kunnen toepassen, of misschien hebben ze het al toegepast, maar het heeft uiteindelijk niet heel veel effect gehad op de dekkingsgraad, dan hebben ze nog steeds een andere optie. En dat is juist door pensioenen te korten. En de omschrijving daarvan is, als een pensioenfonds gaat korten, verlaagt het de bedragen
die het uitbetaalt, dus eigenlijk de pensioenen. En wat je hiermee krijgt is dat de mensen die pensioen ontvangen direct getroffen worden in zijn portemonnee. Want stel, eerst kreeg jij 1000 euro in de maand pensioen en daar gaat uiteindelijk 5% van af. Dan krijg je daar nog maar 950 euro in de maand. Dus jij merkt gewoon dat direct dat er 50 euro in je pensioen mist. En juist omdat het voor veel mensen belangrijk is, dit pensioen, dit inkomen, zijn ze ook verplicht om het zo vroeg mogelijk eigenlijk aan te kondigen. Dus zodra er alleen de kans al bestaat dat ze moeten gaan korten, moeten ze de mensen al gaan inlichten. Wanneer ze er zeker van zijn dat ze moeten gaan korten, dan zijn ze verplicht om een maand van tevoren aan die mensen te laten weten dat er vanaf die maand erop dus gekort wordt op hun pensioen. Want zoals gezegd, mensen gaan dus een gedeelte van hun inkomen missen en moeten zich daar een beetje op kunnen voorbereiden. En wanneer ze dit aankondigen, moeten ze het ook onderbouwen. Dus ze moeten zeggen welke keuzes zijn er gemaakt, welke overwegingen zijn er genomen, waardoor er uiteindelijk is gekozen om het pensioen te gaan korten. En wat je dan vaak zult zien is dat ze ten eerste natuurlijk de schuld proberen af te schuiven, dat het niet aan hun ligt, maar het ligt aan de economie en de beleggingen, rekenrentes, noem het allemaal maar op. En ze gaan natuurlijk heel veel moeilijke termen gebruiken. En zoals gezegd, één van die termen is de rekenrente. Want het pensioenfonds heeft een betalingsverplichting in de toekomst en berekent op basis van die rekenrente wat het nu al moet hebben, eigenlijk dus wat het nu al in die pensioenpot moet hebben. Het beste kan ik dat eigenlijk laten zien aan de hand van een voorbeeld. Nou, laten we ervan uitgaan dat een pensioenfonds een betalingsverplichting heeft aan iemand over 5 jaar van 10.000 euro. Wanneer het pensioenfonds dan zou rekenen bijvoorbeeld met 5% rente, dan wil dat zeggen dat ze dus nu op dit moment 7.835 euro in kas moeten hebben. Maar wanneer nou die rekenrente maar 1% is, wil dat zeggen dat ze op dit moment al 9.515 euro in kas moeten hebben om over 5 jaar dus diezelfde 10.000 euro te hebben. En zie je dus dat die rekenrente met een verschil van 4% bijna 1600 euro verschil zorgt in het bedrag dat ze nu al apart moeten hebben staan. En zo zie je dus dat de rekenrente enorme impact heeft op het bedrag wat een pensioenfonds nu al apart moet hebben staan. En dit gaat dan om 10.000 euro, laat staan dat het over honderden miljarden gaat. Dat betekent dus dat ze enorm veel geld nu al extra moeten hebben. En dat heeft dus betrekking op die dekkingsgraad. Maar deze rekenrente staat dus los van de rendementen die ze maken op hun beleggingen. Want het kan zomaar zijn dat ze op dit moment 10-15% rendement maken. Alleen doordat ze wettelijk verplicht zijn met die rente te rekenen van 1%, is er een enorm verschil. En zorgt er dus voor dat ze, zoals gezegd, op dit moment veel meer geld in kas moeten hebben. En dat is dan vaak een van die punten waar mensen het in één keer niet meer snappen. Ze zeggen van ja, pensioenfondsen hebben enorme tegoeden opgebouwd. Elk jaar hebben ze enorme rendementen, maar wij worden toch gekort op ons pensioen. Omdat ze eigenlijk niet het verschil zien tussen het rendement en aan de andere kant dus die rekenrente. Dus laten we in dit stukje even gaan kijken naar juist naar die rendementen van de pensioenfondsen. En pakken we dan als het ABP als voorbeeld, eigenlijk het grootste pensioenfonds in Nederland. Gaan we naar hun website, dan zie je eigenlijk al meteen een paar heel erg belangrijke punten naar voren komen. En een van die punten is hun dekkingsgraad, die op dit moment op 95,3% staat. Nou, klikken we daarop, dan zullen we uiteindelijk zien dat het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden net iets boven de 100% ligt, 100,6%. Maar ja, dit is zeker wel onder die norm van 104, gaat al richting de 100. En eigenlijk in deze maand zit het zelf dus al op 95,3. Dus je ziet al, misschien als er nog niet gekort wordt, omdat het gemiddelde van 12 maanden nog wel hoog ligt. Maar wat je zult zien is, de laatste helft van 2018 waren de rendementen heel erg goed. Maar in de eerste helft van dit jaar waren ze heel erg slecht. Daardoor zal dus, zoals je ziet, het al onder de 100% zakken en zal er dus gekort moeten gaan worden op pensioenen van het ABP. Gaan we wat verder kijken naar het ABP en naar wat kenmerken van hun, dan zien we bijvoorbeeld dat ze de bezittingen die ze hebben 442 miljard zijn, maar dat ze dus op dit moment verplichtingen hebben, betalingsverplichtingen van 464 miljard. Dus daar zie je al een verschil van 22 miljard dollar dat ze meer nodig hebben dan dat ze op dit moment hebben. En dat ze op dit moment ook rekening moeten houden met een rekenrente van 0,8%, en dat is zelfs dus nog de 2/10 minder dan dat wij rekening hielden in ons voorbeeld eerder. Dus waar ik eerst zei dat we nog van 1% uitgingen in dat rekenvoorbeeld, moet je nagaan dat ze dus nu nog minder rekenrente hebben, lagere rekenrente, wat er dus voor zorgt dat ze uiteindelijk nog meer geld nu in kas moeten hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen in de toekomst. Wat natuurlijk ook altijd belangrijk is, is de levensverwachting, want het aantal jaren na je pensioen tot aan je levensverwachting, dat zijn de jaren die ze telkens jaarlijks pensioen moeten uitkeren. En dat heeft dus ook impact dus op hoeveel geld ze nodig hebben. Nou, de levensverwachting op dit moment is 88,2 jaar. Dus zeg maar bijna 20 jaar nadat je op dit moment met pensioen mag gaan, moeten zij dus voor zorgen dat ze nog 20 jaar pensioen kunnen doorbetalen. En uiteindelijk zien we ook nog de indexatie. En daar zien we eigenlijk al min 15,8%. Kijken we daar nou naar de laatste 10, 11 jaar eigenlijk, dan zul je zien dat sinds 2008 bijna altijd 0% geïndexeerd is. Ondanks
dat leuke feitje aan de achterkant, die ambitie die ze hebben, best wel hoge ambitie elk jaar, zul je zien dat ze eigenlijk nooit daaraan voldoen en bijna altijd 0% indexeren, terwijl de inflatie in die tijd vaak tussen de 0,3 tot zelfs al 2,5% per jaar is. Dus dat wil zeggen dat je elk jaar dat je geen indexatie hebt, je misschien tot wel 2,5% van aan je inkomen eigenlijk inlevert, want je krijgt hetzelfde bedrag, alleen je kunt met dat bedrag veel minder producten kopen. En kijken we tenslotte dan naar de rendementen, dan in dit geval dus weer het ABP, na de afgelopen 20 jaar, dan was het gemiddelde rendement 7%, en het is ongeveer gelijk aan indexfondsen op de lange termijn, maar van indexfondsen weten we dat ze lage kosten hebben, van het ABP weten we niet precies, heb ik niet kunnen vinden zo 1, 2, 3, welke kosten ze maken. Ze laten wel zien welke rendementen ze hebben, maar het kan zomaar zijn dat ze nog een paar procent aan kosten maken van personeel dat er werkt, dingen die ze moeten onderhouden, waardoor dus het rendement dat ze maken zeker niet het rendement is wat onder de mensen verdeeld wordt. En zo hebben we in korte tijd dus best wel veel kunnen zien van wat er de laatste tijd in het nieuws is en wat dit allemaal betekent en wat voor impact het misschien wel op jou heeft. Maar laten we dan ook eens gaan kijken wat we op de korte termijn kunnen verwachten, in ieder geval wat ik denk dat eventueel zou kunnen gebeuren en wat dus op heel veel mensen van toepassing is. Want zoals we net zagen heeft het ABP een dekkingsgraad van op dit moment dus nog net iets boven die 100%. De laatste maand zelfs al onder die 100%. Maar wat zou er nou gebeuren wanneer het slecht gaat op de beurs, wanneer er een crisis aankomt? Pensioenfondsen zijn verplicht om een bepaalde verdeling aan te houden. Bijvoorbeeld een derde zal in obligaties zitten, terwijl de rest bijvoorbeeld in aandelen zit. Hoe die verdeling precies is, zal ik, als ik het nog kan vinden, op dit moment al even in de video laten zien. Maar het houdt in ieder geval in dat, stel dat we even vanuit gaan dat de helft van hun vermogen in aandelen zit en dat er dadelijk een crisis aankomt. Dus ze hebben een vermogen van iets meer dan 400 miljard. Dus zeg even 400 miljard om makkelijk te rekenen. En de helft zit in aandelen, 200 miljard. Nou, dan gaat de beurs in één keer onderuit. We hebben gezien in 2008 dat dit 40-50% kan zijn. Nou, laten we even uitgaan van 40%. 40% van die 200 miljard die dus in aandelen zit, zullen ze dus kunnen hebben dat in één keer 80 miljard van hun vermogen weggaat, doordat in één keer de crisis toeslaat. En dat zorgt dus direct voor dat de dekkingsgraad die al eigenlijk onder de 100% zat de laatste maand, nog veel verder zal zakken met misschien wel 15, misschien wel 20%. Dus dat mensen dan direct eigenlijk zullen gaan merken dat er de keuze moet gemaakt worden om te gaan korten. Dus mensen zullen dan direct eigenlijk merken in hun portemonnee natuurlijk, omdat dus minder pensioen gestort wordt. En dat is dus aan die ene kant. Aan de andere kant, mensen die nog geen pensioen hebben, maar door nog aan het werk zijn, die zullen het waarschijnlijk merken dat het de premie wordt verhoogd. Ze moeten meer geld in hun pensioen stoppen, zodat dus eigenlijk aan de ene kant de pensioenpot omhoog gaat, omdat juist aan de andere kant de verplichtingen eigenlijk in evenwicht gehouden moeten worden. En het ergste hiervan is dat je eigenlijk niks tegen kunt doen, want je bent verplicht vaak via je werkgever, je cao, om pensioen af te dragen. Dus als hun zeggen van we eisen meer pensioenpremie, dan heb je vaak geen keuze, dan wordt het automatisch al voor je betaald vanuit je salaris. Als je aan de andere kant geld ontvangt van hun en hun korten daarop, ook daar heb je geen keuze. Het is nou eenmaal zo dat ze niet meer geld kunnen geven. Dus ja, je hebt eigenlijk je inkomen veranderd. Aan de ene kant dat er minder binnenkomt. Aan de andere kant omdat je eigenlijk minder overhoudt van je salaris. En je kunt er eigenlijk helemaal niks tegen doen. En nou zeg ik wel dat je er niks tegen kunt doen, maar dat heeft natuurlijk te maken met de pensioen op deze manier. Wat je natuurlijk wel kunt doen is zorgen dat je zelf een pensioen een beetje op gaat bouwen. Dat je zelf aan je oude dag gaat werken, zeg maar. En wat ik dan aanraad is altijd om maandelijks geld apart te leggen en dat te investeren in indexfondsen, dingen voor de lange termijn. En daarbij is het belangrijk dat hoe eerder je begint, dus hoe op jongere leeftijd je begint, hoe groter dit effect is. En ik heb daar al uitgebreid een eerdere video over gemaakt. Ik zal hem hier even linken. Maar dan zul je zien dat wanneer je rond de 18 of 20 bent en je wilt een miljoen euro hebben bij je pensioen op 67-jarige leeftijd, hoef je op die leeftijd nog niet eens 150 euro per maand apart te leggen bijvoorbeeld. Begin je nou 10 jaar later, dan moet je ineens al elke maand 100, 150 euro extra doen, geloof ik. Nou, kijk in ieder geval die video als je precies die bedragen wilt weten en hoe dat zit. Maar ik wil alleen laten zien dat als je al vroeg begint, dat je echt wel een vermogen kunt opbouwen en dat je zeker niet meer afhankelijk bent van wat je krijgt via de overheid of je pensioenfonds. En als je op deze manier dus zelf gaat zorgen voor een pensioen, dan is alles wat je nog krijgt via de overheid, als je tegen die tijd nog geld krijgt, of als je via je pensioenfonds nog geld krijgt, alles wat je dan eventueel extra krijgt, kun je dus als extraatje beschouwen, maar zorg er in ieder geval voor dat je in je basisbehoeften eigenlijk zelfvoorzienend bent. En wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen is natuurlijk, neem je financiën in eigen hand. Zorg dat je de baas bent eigenlijk over je eigen geld. Dat je weet wat er gaat gebeuren, dat je niet afhankelijk bent van anderen. Want wat gebeurt er als je ervan uitgaat dat je altijd 70% van je laatste salaris verdient, maar op dat moment zegt in één keer een pensioenfonds, ja, ik heb niet meer dan
35%. Als je dan alles hebt gebaseerd op 70%, kom je in één keer een enorm bedrag tekort. Dus zorg er in ieder geval voor dat je zelf alles in de hand hebt. En dat je alles wat je via hun krijgt dus als extraatje kunt beschouwen. En dat verklaart dus waarom ik deze video maak op dit kanaal. Want zoals gezegd, op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, abonneer je hier op het kanaal. Dan zul je dus zien dat er verschillende manieren zijn om een vermogen op te bouwen. Zoals gezegd, dat je niet meer afhankelijk bent van je pensioen. Vond je dit nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vind je het wat minder? Geef even een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval onder de reacties of onder deze video in de reacties weten wat je goed vond of minder goed vond. Dan neem ik dat mee naar de volgende video. En als je nou nog vragen of opmerkingen hebt, kun je die ook wederom onder de video achterlaten. Daar vind je trouwens ook verschillende links. Onder andere naar onze Discord chat. Daar zijn we meer dan 250 mensen actief. Praten we ook over dit soort dingen. Dus als je daar nog vragen stelt of misschien wel ervaring met mensen wil delen, kom naar onze Discord chat. En dus zoals gezegd, als je nog geen lid bent van het kanaal, abonneer je daarop. Dan mis je in ieder geval nooit meer een video en dan hoop ik je graag in de volgende video weer te zien.